الأصل أن المسلم يتطهر في بيته. De oorsprong is dat een moslim zich dient te reinigen in huis. يعني يتوضأ ويخرج جاهز للصلاة لا يؤخر إلى المسجد. Hij dient in staat van reinheid het huis te verlaten en niet pas als hij aankomt in de moskee en zich dan gaat reinigen. هذا أفضل وأكثر في الأجر. Dat is beter en meer in beloning. نعم يمشي أو يركب. En hij dient dan vervolgens te lopen of te rijden. والمشي أفضل. En lopen is beter, meer beloning. لكن يمشي في سكينة يعني لا يخرج إلى الصلاة وهو يهرول. Maar hij dient zich niet te haasten in zijn looppas, maar gewoon normaal te lopen. أو يكثر من الحركات الالتفات أو رفع الصوت. Of veelvuldig om zich heen kijken of zijn stem te verheffen onderweg lopend naar de moskee. إذا وصل إلى المسجد. Als hij aankomt in de moskee. يجعل الدنيا خارج المسجد. Dan laat hij het wereldse allemaal buiten de moskee. يمنع البيع والشراء في المسجد. Het is verboden om te handel te drijven in de moskee. البحث عن أشياء الضالة المفقودات. Zaken die zeg maar verloren voorwerpen. Om daarnaar te vragen binnen de moskee. الحديث عن السياسة. Praten over politieke zaken in de moskee. الحديث عن الدنيا. Over wereldse zaken. نجعل المساجد كالمقاهي الشرب والأكل والاتكاء والنوم واللعب. Ja, we vergelijken dan de moskeeën met de cafés en andere plaatsen waar mensen bij elkaar komen voor het wereldse. يقدم الرجل اليمنى عند الدخول واليسرى عند الخروج مع الذكر الوارد في الدخول وفي الخروج. Ja, voordat men de moskee binnentreedt, dan dient men de smeekbeden daarvoor uit te spreken voor het binnentreden van de moskee. En men treedt de moskee binnen met zijn rechtervoet. نعم. En bij de moskee verlaten doet men dat met de linkervoet en de smeekbeden. نعم. إذا دخل إلى المسجد وجد الصلاة قد أقيمت والإمام يصلي يكبر تكبيرة الإحرام ويدخل مع الإمام على أي هيئة يكون عليه الإمام قائم راكع ساجد جالس. Ja, wanneer iemand de moskee binnenkomt en hij treft het gebed, de imam bezig in het gebed of hij heeft de tekbirat al-ihram uitgesproken of hij staat in de staande houding of in de sujud of in de rukoor en jij komt binnen, dan dien jij gewoon aan te sluiten in wat voor positie je de imam ook aantreft. Als hij de imam aantreft in staat van staande positie of in staande in de rukoor positie, dan heeft hij de rak'a behaald. Haalt hij deze rukoor niet of deze staande positie niet, dan dient hij een rak'a in te halen. Wanneer iemand de moskee binnentreedt en de sala is, er is nog geen iqama verricht voor het gezamenlijke gebed, dan is het verplicht voor een moskeeganger om twee rak'a te bidden voordat hij gaat zitten. نعم إذا كان لهذه الصلاة سنة قبلية يصلي السنة القبلية. Als er een sunna aanbevolen is om te bidden voordat het gezamenlijke gebed aanbreekt, dan dient men deze twee rak'at of de sunna te bidden, net zoals de sunna van al-fajr. يحذر من اللعب في الجوال من النظر في الساعة الحديث مثلا عن إقامة الصلاة مع المؤذن ولا مع المؤذن يعني يشوش على المصلين ويتكلم في المسجد. Ja, men dient zaken te vermijden in de moskee, zoals het bezig zijn met telefoon, het continu kijken op zijn horloge en onzinnige praat. Men dient dat allemaal te vermijden.